De schuldendeal voor ondernemers. Ja, gisteren natuurlijk die persconferentie waarin werd aangekondigd dat de maatregelen, of in ieder geval het steunpakket voor ondernemers, 3 maanden langer zal worden vrijgegeven. Maar over kwijtschelding van die schulden waren ze nog een beetje stilletjes. Nou, wat de staatssecretaris betreft gaat er dus meer naar die kwijtschelding worden gekeken. Voor ondernemers die hun coronaschulden niet meer kunnen aflossen, moet er een grote schuldendeal komen. Dat zegt hij vandaag in de Telegraaf. Het staat ook groot op de voorpagina. Een schuldendeal voor ondernemers. Het kabinet wil een akkoord met banken, verhuurders, leveranciers en brouwers om afspraken te maken over onder meer die kwijtschelding. Meer dan 250.000 bedrijven hebben nu gezamenlijk een belastingschuld van ruim 16 miljard euro. Een vuilbrief rekent op een golf aan terugbetalingen als de economie echt weer is opgestart. Maar hij zegt, ja, het kabinet kan het eigenlijk niet echt alleen en daarom wordt er dus een beroep gedaan op andere partijen. Ja, nou, brouwers, een bank, waarom zou je als zo'n organisatie die schuld kwijtschelden? Heb je daar zelf ook iets aan? Nou ja, ik heb het moment dat bedrijven failliet gaan, krijg je waarschijnlijk minder, kun je minder uit die boedel halen. Het is overigens, denk ik, belangrijk om te benadrukken, dit zal niet voor alle bedrijven met schulden gaan gelden. Ze gaan heel bijna een soort chirurgische operatie met maatwerk willen ze gaan kijken welke bedrijven zijn nu levensvatbaar. En als we daar nu wat aan de balans doen, als we een deel van die schulden kunnen wegsnijden, dan kunnen ze weer gewoon doorgaan. Maar is maatwerk dan wel mogelijk? Want bij de versoepelingen horen we dat lastig is. Ja, kijk, het grappig genoeg heeft het Centraal Planbureau daar toevallig deze week een advies over geschreven. En die zeiden, nou, kijk, natuurlijk, als de overheid zelf moet gaan bepalen welk bedrijf levensvatbaar is en welk bedrijf niet, dat gaat hem niet worden. Daar zijn we het daarvoor gauw over eens. Maar banken hebben natuurlijk heel veel technische informatie over bedrijven. En die zouden daar best goed toe in staat zijn. Ja, toch hoorde ik Hoekstra gisteren zeggen, de minister van Financiën, van nou, kwijtschelden, hij zei niet met zoveel woorden, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, vond ik ook interessant. Hoekstra zei eigenlijk, nee, kwijtschelden gaan we niet doen. We geven die belastingschuld van 16 miljard, we geven bedrijven de ruimte om wat later te beginnen met terugbetalen. Je mag ook wat langer over doen. Ik denk, nou, dat klinkt mij heel Hollands in de oren. Je moet wel elke cent terugbetalen, maar je mag het wat uitsmeren. Ja. En eigenlijk Veilbrief zegt nu, nou, we zijn toch wel bereid voor een kleine groep bedrijven, zo interpreteer ik het, om daar toch wat meer aan te gaan doen. Maar u bent als ondernemer, heeft gewoon wel die belastingen betaald. Is het dan oneerlijk wat u betreft als er bij een deel wordt kwijtgescholden en u het gewoon heeft betaald? Nou, ik vraag me af of ik mijn geld terugkrijg, hè, die ik al betaald heb. Want wij moesten ook passen en meten om te overleven. Want het is gewoon een hele zware tijd. Ja, goed. Maar ik heb liever als ondernemer en als Nederlander om te zeggen, joh, stel je dat niet kwijt, die schuld, maar smeer het gewoon over een aantal jaren. Want de ondernemers zijn gewend om hun verantwoordelijkheid te nemen. Kijk, als die schuldeisers in die belastingdienst volgend jaar aan de deur komen, dan gaat dat niet goed met die bedrijven. Maar als je zegt, joh, de eerste 3 jaar hoef je nog niet af te lossen, zorg dat je je buffertje hebt opgebouwd, want je moet een reserve hebben, dan hebben het bedrijf echt geen enkel probleem om hun verantwoordelijkheid de schuld terug te betalen. Maar nu gelijk roepen, ik was gisteren eigenlijk blij met de minister dat hij zei, ik ga dat niet, want bedrijven die niet overleven waren al toen ook in de problemen. Even een korte reactie, Jean. Nou, het is interessant dat u dit zegt, want ik ben ook heel benieuwd hoe het kabinet op gaat reageren. Want je wist natuurlijk, dit is het verwijt, waarvan je wist dat het komen ging. Namelijk van, ja, een ondernemer zal zeggen, ik heb belasting betaald, ik heb alle dubbeltjes om zitten draaien. En er zijn bedrijven die dat niet hebben gedaan en die zouden het nu kwijtgescholden krijgen. Dat is een dobber voor het kabinet. Johan Derksen dan, die stopt